Die krijgt 5 weer op diezelfde Hegemer. Maar en dan besiek het Grauwert in de start. Ja, die staat iets in de punt achter Snits. Dan mag je in de buurt zetten komen van Snits. Maar Snits, het is Krekkers. Zet op de motor. Zo dan even aan als er uit die startstreek komt. En dan zet er fort. En Grauw had eigenlijk geen enkele kans. Ja, Skippers hier nog wat lijn met de Wien. Je moest nog eens een keer vieren letten. Nou, dat zou je nu bij Grauw. Ik haast Barn. En dan binnen de golven, de wegen. Krijg wat te heug voor de Grauwsters. En ja, dan moet je Sanoen dan de score even losletten. Schoenbol. En dan met Aas die scoort weer aan. En zo wie het hutwerkje van de meesten. Maar die Grauwsters helemaal neer. Want ze kwamen net dichter bij Snits. En ik net dichter bij de oren. Nee, Snits die wie baas oer de tonnen. Krijg te leeg, maar ze komen net 4-3 te komen. Hé, hey, wat gebeurt er? Drachten en Jervingen. Drachten en Jervingen. Nou, en de boek, het hulle van los. Oh, al het verschrikkelijkste wat hier gebeurt. Het linker krek als is Drachten al omslaan. En dan komt er weer omheug. Nou, we zullen je nog eens een keer zien letten, maar dan van oud het wetter. Maar iedereen rapen heer en strieën al eer trollenkoor. We kletsen dan een keer op elkaar. En dan heet het verder en Drachten, maar ermee averij dus uit. Ik zei beneden, even zien, wij wien bij Snits. En daar gebeurt dit. Ja, Jervingen rekken dus met zijn opstekker achter het wand bij Drachten. Dat wand knap gelokkig, want oors hier Drachten gewoon naar beneden sleept. Ze gaan daar achter de lemmer langs. Het is al je krijgt goed gaan. Nou ja, dan zie je hem dat dat wand daarboven slingerien. En dat betekent dat het krek vrij kwam alweer. Nou, hier het wand aan de andere kant steken gaan. En hier het helemaal een ravage werd. En hier de peeldrouwlijn verzeld. Nou ja, de wedstrijd gaat intussen verder. Jervingen gaat voor Drachten, gaat naar huis. En dan gaan de oren ik om de tonnen. Maar het weer daar verschrikkelijk mee bij die boppers de tonnen. Koert wol, koert net. Ertussen tegen Klaas raast Chris Nagelhout. Nou, het ken alweer krek. Want zag wel roemte had Jenner. Wat ik net eens om dat te doen. En zo komt iedereen dan dags om die tonnen, maar het weer benauwd werk verzelf. Je maar om alles en iedereen heen. En dat wil je net verzelf zien, zo'n situatie. Zuidwesthoek met erachterlaan. Jouwere komt Bintrog. En het weer hul een wereld van skippen bij die tonnen. Het weer eigenlijk ik net zo'n heel lang rakje, dat eerste rakje. En Jereveen komt er ook alweer om, want ja, die hier ik in skeer, dus die koer verder. En die kennen dus niet denken hoe wat er badden. Dan varen we in fort naar de lege wal bij Heeg. En dan zie je hem dat prachtige beeld van Snits voorop. Ja, je zult nog heel vaak zien. Dit seizoen ben ik bang. Maar Snits leidt voorop en de oren komen daar achteraan. En ze zijn heel kalm bij Snits aan boord. Eerst even dit eindje. Shendo een voorsprongje krijgen op Bolzer. En dan verder maar Fotsien te komen. En dan Sjoze, Douwe Visser van Snits. Sjoze net weer. En ik de Grauwsters komen er dus helemaal net om te passen. Zij zijn baas. Nou, wat is Bolzer? Die ging ik net verwachten. Dat is keurig. Hij koer van de start uiteindelijk net van sjouwen. Maar die het nou verschrikkelijk goed. Hij bleef daar in constant. Had er hulle wedstrijd zitten. Ja, dan rekent Grauw, die rekent invat in de scoort bij Jenner Ward. Dat is een hulp teaserboel. Daar bij de onderste tonnen, daar moet ze nog omheen. En iedereen moet er omheen. Want zij wordt er helemaal het slachtoffer van die situatie. En zij gaan naar beide rjocht terug tussen al die orenskippen. En het gaat al je krek goed. Maar oh wee, wat koer dan net gebeurde. Hier is Grauw de protestvlag er wel degelijk in. Maar dat had al je geen enkele doel. Want Grauw had Jenner Ward omheen. En Grauw verlit de wedstrijd. En dan hebben we dus nog maar 12 scootjes in de street. Nou, die zonden dan ik in blijven. Alleen maar besiekt het nou een keer mij Bolzert. Kennen we er van los? Nee, dat ken net. En ja, dan zei ze die man, dan is de wedstrijd verder maken. En dan gaat gewoon Snits om de tonnen. En dan show je even verderop dat Bolzert en Lemmer erachteraan komen. En die horen hardsap positie. Want die krijg ik geen les meer van al die oren. Want die ben samen met elkaar aan het vechten. En deze man die blikken gewoon 2 en 3 te worden in deze wedstrijd. En varen dus uitstekend. Maar wat erachter baden, jongens. Wat een strijd had die skippers alle jaren gaan. En dat wie je hebt bijvoorbeeld Huzem even. Huzem, die moet ergens tussen draaien bij Langwaard. Nou, ken het al, ken het net, ken het net, ken het net. Hij rekent de tonnen. Maar hij zielt gewoon terug. En er is net iemand die protesteert. Of er let er al een protestvlakje. Nou ja, dat zullen we dan aases nog wel eens een keer jaren. En hoe komt dat in deze situatie? Sure. Zuidwesthoeken en de Jouwer. Komt het goed of komt het net goed? Zullen we even nou wat zien? Mooi nou.
Elko Reiga die shot wel degelijk dat zij bij hun een fout maken. Ha. Nou, nou is het Ingen-Ingens, dan kennen we dan weer eens een keer Liek Breisje. Nou, dit is de mooie opname van Snitswer, omdat ze de touw er hingen. Hij heeft mij een rietsel, maar ze varen mooi terug. Ga ik een enkel aan bij en zo rustig zit. Ze nog al eens even zien hoe mooi het vlak van onderen is. En verder van de rest mooi zie je in de scène in varen. Geweldig beeld verzeld. Nou ja, dan eens even naar de Jouwer. Sien, komt die er nog tussen? Ja, die komt er tussen en komt Zuidwesthoek aan. Geert dat goed? Ja, dat geert goed. Maar dan het vervolg van die situatie. Ja, dat is een heel oorspul. Prachtig beeld trouwens van de Zuidwesthoeken. Die dan even krek vadert ze door de wienmaten nog even een vlaag wien mee krijgen. Nou, dat is hartstikke moeilijk om daarop te anticiperen. Als een skipper, dan kom je er goed. Nou, shit. Voor de tagplaats van der Meulen. Die geert op bakboord en dan kom je op bakboord op die tongen. Aan. Dan denk je dat dat al heel goed is. Maar nou komt het. Dan komt er op het bakboord op die tonneta. Dan zei ze daarbij de langwaar van... Ja, nou, die kan er wel tussen draaien. Maar dan komen er nog in eens twee. Dat zit al je zat duim bij elkaar. En dan maakt Klaas van der Meulen. En dan maakt langwaar ik weer voortwijzen. En dan komen die oren. En dan wordt het raast om het leven. En dan gaat Ljouwert aan de verkeerde kant van de tunnel los. Maar die zielt ik gewoon terug. Die protesteren. Ik denk dat er 20 protesten zowat binnen die de jury behandelen. Maar daar had deze man helemaal geen aan van. Want het is een hele kalme wedstrijd. Had de zielt gewoon elke route een beetje uitrond. En dan ben je klaar. En dan ben je de kampioen van Twatdoentretje. Ik door het nou al hard te sezen. Nou, twat weer de bolzitters. Mooi nog even het vlakje litten. En dan praten wij verder over die situatie met Drachten en Jervingen. Pieter Brouwer. Wij zijn het wedstrijd zien hier online, dacht ik. Ja, wij hebben niks tegen. Ja. Ik weet het wedstrijd zo protesteren. Hè. Ik denk dat ze protesteren op dat wij hun te meer ruimte jongen. Maar... Nou, wij gingen, ik koer het skip helemaal net omheen krijgen. We gingen gewoon helemaal met z'n twaalf. Hij kwam gewoon bij ons. En dus, dat is mijn interpretatie. En als het oors is, dan is het maar oors. Maar ja, volgens mij komen wij in het vervolgende land. De wie vierde is volgens mij helemaal niks aan de hand. Maar hij kwam als een gek naar huis daar. Die interpretatie heb ik. En toen stuitte het erop. Dus. Ja, en dan zit Simmelkoor. Dus hij kon net een kamer dikken en meer. En ik bedoel, ja, dat is het. En dan maar hopen dat het zo gaat dat het gaat. Maar ja, ik bedoel... Ja, nou ja, verder ken ik niet vol voor Ori. Ik weet het net. Maar dan maar Jere. Nou, een rare situatie, Wietbol. We hebben dadelijk nog hoor. Snits winters, onbedriegen. Bos het, we twadden. Lemmer, hartstikke mooi weer. Tredden. De Jouwer, vierde, der, die hebben wel een protest. De Zuidwesthoeken, vijfde. De hele mannen, zegde. Ljouwert, Sande, Jennewaard, achtste, die had ik een protest. Njochende, Lodewijk Meter, van Huzem. Tiende, Langwaar. Elfde wordt zijn, tolfde Jereveen, tretjende Drachten. En Jereveen hier protesteert zijn Drachten, dat hij ze verlen. Ik herkrek dat zij in hege beroep gaan willen. Drachten het protest zijn Jereveen. Daar weten wij nog net precies wat de uitslag is. Aanst alle eer op internet te lezen. Grauw wordt lezen en Drachten is voor zelfs mijn averij de wedstrijd. Uitgien en Grauw is ik. Om een protest zin te gaan. De wedstrijd verlitten. Snitsboppen on, bolze twadde, grauw, tredde.